gemeente Sluis ligt de focus qua economische groei de laatste jaren op de recreatiesector. Als ondernemer vind ik dat geweldig, maar als werkende ouder ervaar ik ook de druk op het gezinsleven in combinatie met het reguliere onderwijs. Met de werkgroep Kustschool onderzoeken we de behoeftes van de ouders in onze regio. Wij kunnen straks door een vernieuwend onderwijsconcept met flexibele onderwijstijden, volledig geïntegreerde kinderopvang en samenwerking met sport- en cultuurorganisaties maatwerk bieden aan ieder gezin. Kind, ouder en school gaan met elkaar een educatief partnership aan, waarin er een optimale leeromgeving voor het kind ontstaat met enerzijds duurzaam en kwalitatief onderwijs, maar aan de andere kant ook alle mogelijkheden voor persoonlijke talentontwikkeling. De Dorpsraad ondersteunt het initiatief. We vinden het ontzettend goed dat Escalda en de ouders het initiatief hebben genomen om te komen tot een nieuwe school. We zien natuurlijk de afgelopen jaren dat het aantal leerlingen daalt in de vier kernen. En door zelf het initiatief te nemen en niet af te wachten om een nieuwe school te creëren waarbij toekomstbestendig onderwijs wordt gegeven, een stukje onderwijs vernieuwen. Dit komt alleen maar ten goede tot de sociale cohesie tussen de vier kernen. Niet alleen voor de ouders, maar gewoon voor iedereen. En we hopen dan ook dat dit initiatief voor die nieuwe school op een mooi geregeld plek doorgaat. De werkgroep van de Kustschool is momenteel bezig met het uitwerken van de hoofdlijnen voor het onderwijsconcept. In de werkgroep zitten ouders, leerkrachten, de directie en een procesbegeleider van het RPCZ. In het concept nemen vijf elementen een belangrijke plaats in. Individuele leerreizen, talentontwikkeling, thematisch onderwijs, ouderbetrokkenheid en bioritmes van kinderen. In december zullen de hoofdlijnen uitgewerkt zijn en daarna wordt verder gewerkt aan de praktische uitwerking.